Welkom op de geboortegrond van Jacob Zuma, waar de Zulu's tot op de dag van vandaag vasthouden aan eeuwenoude tradities. Jonge maagden en oude krijgers verzoeken hier met deze ceremonie de geesten om voorspoed voor de hele familie Zuma. En natuurlijk ook voor hun beroemdste zoon, de man die president van Zuid-Afrika hoopt te worden. Dit zijn beelden die zelden zijn vertoond van dat andere leven van Jacob Zuma. De politicus die ondanks de beschuldigingen van verkrachting en corruptie mateloos populair bleef. Daar beneden in de vallei wassen de maagden uit het dorp zich nu voor de ogen van Jacob Zuma. Zijn woordvoerders willen niet dat we dat filmen omdat er te veel connotatie is met de rechtszaak waarbij hij werd beschuldigd van verkrachting van een seropositieve vrouw. Maar het tafereel laat ook zien dat Jacob Zuma echt een man is van tradities. The fact that I love my people here and that's where you could demonstrate this love and the people can come to you and show the love. I think that makes they would make me feel that then you have the basis to love all of us in South Africa. In zijn geboortedorp liet Zuma voor alle kinderen uit de streek een middelbare school bouwen. When he comes, we feel happy because he is a problem solver. De beschuldiging dat Jacob Zuma de huizen voor zijn familie zou hebben betaald met steekpenningen is nu al 7 jaar oud, maar nog steeds niet bewezen door justitie. It has been hanging above my head for the last 7 years and I don't know why. So you want your day in court? People have misunderstood me because I've not answered the allegations that have been made to me, indirectly or directly, because I've been waiting for court. Wat Zuma betreft is het allemaal één grote samenzwering die hij hier thuis hoopt te bezweren. Het hele dorp heeft voor hem gebeden, elke dag, voor een nieuw tijdperk in Zuid-Afrika. Opdat na Mandela en Mbeki nu de tijd is aangebroken voor Jacob Zuma.